Welkom bij een nieuwe aflevering van GM for You on the Streets. Vandaag zijn we in Almere om te kijken hoe de gemiddelde mens denkt over leven na de dood. Geloof je in het leven na de dood? Zeker weten. Absoluut. Ja hoor. There is a life after death. That's the one you live with Jesus. Op basis waarvan of waarom? Op basis van mijn geloof. Dus vanuit de islam eigenlijk. Op basis van het geloof. Katholicisme. When you have the fear of God, you have a relationship with Jesus Christ. That is when you can face a life after death. Geloof je in het leven na de dood? Nee. Ja, ik geloof daar wel in, ja. Ja, ik geloof wel dat er leven is na de dood, ja. Ja, ik misschien wel. Waarom? Ik weet niet. Ik denk dat er niet alleen leven en dood is. Ik denk dat er wel tussen in iets is. Voor mij is het gewoon afgelopen daarna. Ja, ik geloof gewoon in geesten. Ik weet niet waarom. Gelooft u in het leven na de dood? Ja, ik geloof wel dat er leven is na de dood. Dat wel. Nee, want ik weet niet wat er gebeurt na de dood. I believe there is life after death. Eigenlijk niet. Jazeker, ja, absoluut. Ja, daar geloof ik in. Ja, ongeveer, ja. Ongeveer, kan je dat misschien toelichten? Ik ben christelijk opgevoed en ik ben ook zelf christelijk. Dus ik geloof dat ik na mijn dood bij mijn vader in de hemel ben. Ja, ik heb er eigenlijk nooit echt heel erg over nagedacht eigenlijk. Omdat ik in God geloof. En ja, het heeft eigenlijk geen zin als je zeg maar gaat denken van ja, oké, je gebeurt niets na de dood. Dus je hier gelijk gekomen om te sterven. Ik weet wel dat we eens doodgaan, maar ik ben nooit erachter gaan nadenken wat er zou gebeuren na de dood. Life after death only can be possible through Jesus Christ. Ik denk reïncarneren. Dat hangt van je wat voor leven je hebt geleid als mens, denk ik. En als ik hemel of hel zeg, wat denk je dan? Hemel. Hemel. Want ja, ik denk niet dat de hel zozeer bestaat, maar ik denk wel dat de hemel bestaat. Nee, ik geloof daar niet echt in. Hemel of hel. Dat ik naar de hemel ga? Misschien is het meer omdat je liever wil geloven dat er wel een hemel is en geen hel. Dus ik ben op een of andere manier bij hemel heb ik meer zoiets van, ja, ik weet het niet zo goed eigenlijk. The heaven is meant for people who really serve the Lord, you know, who are born again. Ik denk dat bijna niemand zeker weet of je de hemel in gaat. Ik denk dat het vooral belangrijk is wat de intenties van iemand en ja, de goede intenties hebben we wel en nu nog proberen ze zo goed mogelijk naar voren te halen. Bij hel denk ik wel echt, ja, toch wel duisternis. Ja, daar heb ik wel slechte gevoelens bij. Yes, there is a hell, there is a heaven. Heaven is when you believe in Jesus. Zelf denk dat je beloond wordt of gestraft wordt op je daden die je hier op het wereldse, die op het wereldse doet. En ik denk dat je, ja, als je goede daden hebt verricht, dat je op een mooie plek terechtkomt. Opnieuw een geweldige aflevering van GM for You on the Streets. Je hebt mee mogen genieten en mogen horen wat mensen hun gedachtegang zijn over dit onderwerp. We hopen je de volgende keer te zien bij GM for You on the Streets.